Welkom, goedemiddag. Welkom bij misschien wel het leukste onderdeel van Do Facts Matter. De rode stip, eigenlijk 6 inspirerende verhalen over kennis delen. Hoe doe je dat dan? En hoe kijk je daar naartoe? Welke achtergrond, welke onderbouwing, maar ook welk effect bereik je ermee? Wij gaan luisteren naar Pecha Kuchas. Dat zijn korte pitches, duren precies 6 minuten 40. En waarom is dat? Er zijn 20 slides die elk 20 seconden voorstaan. Dat is het format, een dwingend format, wat we mee hebben gegeven aan 6 mensen die uitdaging zijn aangegaan en hebben gekeken, hoe moet ik dat verhaal vertellen? Wat ga ik dan doen? Ik ben heel benieuwd naar die verhalen. Ik hoop dat jullie dat ook zijn. Mijn naam is Maarten Klaas en ik mag jullie ook in deze sessie begeleiden. En dat doe ik niet alleen. Ik doe dat samen met Vincent Marchaud, die eigenlijk als sidekick vandaag aanwezig is, of in deze sessie aanwezig is. En dat is een voorbereiding ook van het gesprek wat we na de pitches gaan hebben over kennis delen. Vincent, welkom ook hier. Je kijkt al langer mee vandaag, maar we gaan nu naar pitches kijken rond kennis delen. Waar ga je dan op letten? Is dat inspirerend of zijn het maar verhalen? Nou, het kan inspirerend zijn, hoop ik. Kijk, kennis delen is belangrijk, met name als je nadenkt over nieuwe oplossingen. Ja, vaak als je kennis niet deelt, dan blijf je toch een beetje in je eigen kennisstroom hangen, zeg maar. Maar ik ben met name geïnteresseerd, hoe kom ik nou tot nieuwe oplossingen? Hoe word ik nou geïnspireerd? En inspiratie heeft ook te maken met de vorm waarin iets versteld wordt natuurlijk. Hè? Wij wetenschappers, wij schrijven dingen op en dan sturen we dat op. En dan hopen we maar dat het binnenkomt. Maar vaak zie je toch al een beetje dat je het op een hele andere manier moet brengen, presenteren. Wil dat toch een beetje bij de mensen binnenkomen? Maakt die vorm dan ook echt uit? Heb je daar kennis van dat een verschillende soort impact oplevert? Nou, in toenemende mate wordt er gekeken of je af kunnen gaan van die traditionele publicaties, of traditionele publicaties kunnen vergezeld laten gaan van een illustratie, een figuur, misschien iets educatiefs, een presentatie, noem maar op. Er zijn allerlei mogelijkheden waar je aan kan denken. En dat zien we in toenemende mate in zwang komen, om het zo maar te zeggen. Heel leuk. Wij gaan dadelijk naar 6 verhalen luisteren en kijken. Collega's die misschien wel met klotsende oksels of met veel gepuzzel tot een pitch zijn gekomen. Waar hoop je eigenlijk op? Wat zou de mooiste verrassing zijn die je gaat zien? Dat ik iets nieuws zie op het gebied van kennis delen. En niet alleen een nieuwe manier van kennis delen. Ik bedoel, volgens mij zijn daar boekenkasten vol over geschreven, maar hoe kunnen we mensen bewegen om die nieuwe manier ook daadwerkelijk uit te voeren en te gebruiken? Hoe kunnen we het omarmen? Hoe kunnen we het internaliseren? Daar ben ik met name ook geïnteresseerd in. Heel goed. Misschien hebben we ruimte tussen de pitches door om daar al iets van te vinden. Maar we gaan vooral ons eventjes laven misschien wel naar die pitches en daarna in gesprek. Want na die 6 pitches start direct in dezezelfde livestream het gesprek daarover, waarin jij en ook nog anderen napraten en doorpraten over kennis delen en de impact daarvan. Dank, leuk dat je hier meekijkt. Leuk dat jullie allemaal kijken. In dit blok, geen polvragen, want dat leidt alleen maar af. We hebben volle aandacht voor de 6 verhalen. 6 verhalen van mensen in de sector die volop bezig zijn met kennis delen. Ik ga ze 1 voor 1 introduceren. Niet achter elkaar, want we krijgen dan direct de pitch te zien. Normaal hadden we dat natuurlijk in een volle zaal gehad met honderden mensen. Als we alle inschrijvingen zien, is dat fantastisch. Maar in dit geval hebben we dat digitaal. Dus ook de pitchers hier doen dat vanuit hun lockdown-bubbel, of eigenlijk gewoon thuis, de slaapkamer, het ketelhok of waar zij zitten. Maar niet met de welgemeende enzelfde voorspanning zoals dat met een spreekwoordelijke rode stip op het toneel is. Dus graag kondig ik hierbij aan de eerste spreker. En dat is Govert Geldof, een ervaren rot in het veld, zelfstandig adviseur op het gebied van water, kennis en complexiteit. Hij gaat het hebben over een goed verhaal, over het al dan niet laten stromen van kennis. Govert Geldof. Ja, hallo. In deze presentatie ga ik me richten op de vraag: hoe kan het dat heel veel waardevolle kennis niet of onvoldoende wordt benut? Heel veel waardevolle boeken blijven in de boekenkast. Ik kom met 4 redenen en ik ga ook aangeven
wat de werkplaats is en hoe we dan die vier redenen teniet kunnen doen. Ik begin met mijn klas in 2006. Dit is Denemarken, de Technische Universiteit. Ik was daar docent. En wij hadden een klas van 40 mensen. 10 waren Deens en 30 kwamen van de rest van de wereld. Dus dachten we, laten wij ons college beginnen met een college over cultuur. Verschillende culturen. Nou, dat werd een flop. Studenten waren eigenlijk helemaal niet geïnteresseerd. Toen zijn we van tactiek veranderd. We hebben ze in groepjes laten werken. En na 3 à 4 weken kwamen er klachten. De Duitsers zijn arrogant, de Italianen zijn lui, de Vietnamezen al wachtend, allemaal vooroordelen. Toen zijn we het college gegeven en toen werd het wel een succes. Nou, ons grote leerpunt is dat je oog moet hebben voor timing. Pas op het moment dat studenten met hun kop tegen de muur lopen en echt weerstand ervaren, wij noemen dat het moment van de moeite, dan staan ze open voor nieuwe kennis en nieuwe informatie en het college werd ook een succes. Tweede punt, wij onderwerpen ons te veel aan data en algoritmen, aan modellen. Wij reduceren ons als mensen te veel tot leveranciers van data. Daarmee doen we ons tekort, daardoor worden we te weinig geprikkeld om tot innovatie te komen. En dan de manier van communiceren. Wij vergaderen wat af. Heel veel mensen vergaderen bijna de helft van de tijd en komen niet meer aan afspraken toe, want ze hebben druk, druk, druk. Wetenschappelijk is aangetoond dat de vergadering ongeveer de meest ineffectieve vorm is van kennisoverdracht. En dan kennis. Je moet onderscheid maken tussen informatie en kennis. Informatie kun je opslaan in boeken of in bestanden. Kennis is mensgedragen. We zeggen wel eens een keer, mens dood, kennis weg. Heel anders is dat bij informatie. En dan kun je bij kennis onderscheid maken tussen wat we noemen expliciete kennis en impliciete kennis. We noemen dat ook wel ervaringskennis. Expliciete kennis kun je eenvoudig omzetten naar informatie. Bij impliciete kennis kan dat niet. Bij vakmensen gebruiken we wel eens een keer de ijsbergmetafoor. Voor vakmensen geldt dat ongeveer 11% van hun kennis expliciet te maken is. 89% is impliciet. En het is juist die impliciete kennis die ons in staat stelt complexe vraagstukken het hoofd te bieden. Maar op een of andere manier doen we dat niet. Dus laten wij 89% van onze kennis onbenut. En dat is echt zonde. Tot nu toe, een overzicht. Ik heb 4 redenen genoemd waarom kennis moeilijk in het spel komt. We hebben te weinig oog voor timing. We onderwerpen ons te veel aan data, algoritmen en modellen. We vergaderen ons, we praten meer tegen elkaar dan met elkaar. En we hebben te weinig oog voor de waarde van ervaringskennis. En als we het dan anders willen doen, dan is de eerste vraag die we ons kunnen stellen van, hoe dragen wij überhaupt impliciete kennis over die ervaringskennis? Nou, dus het antwoord is vrij gemakkelijk. Zolang de Homo sapiens bestaat, dragen wij impliciete kennis over door het vertellen van verhalen. In de realiteit overtuigen we elkaar. Vaak hebben we wel oog voor feiten, modelresultaten, statistieken, studies en dergelijke. En in dat spectrum vormen de verhalen het lelijke jonge eendje voor in de kroeg of naast het bed. En daarmee onderschatten we, want de waarde van een verhaal is heel groot. Het is zelfs zo, daar is ook al onderzoek naar gedaan, dat op het moment dat je feiten aanbiedt aan mensen die in strijd zijn met een goed verhaal dat ze kennen, dat ze die feiten zelfs op afstand houden, verwerpen. Een goed verhaal is voor veel mensen belangrijker dan de feiten. En dat blijkt ook wel. Nou, op basis van deze elementen hebben we de werkplaats samengesteld. Dat is een werkvorm. En de 4 karakteristieken van een werkplaats die vormen de contramal van wat ik daarnet verteld heb. We zoeken A, de momenten van de moeite op. We richten ons op een praktijk, op een klein, lokaal en concreet vraagstuk. 2 ringen en we brengen impliciete kennis in het spel. Het verloop van een werkplaats is niet altijd even leuk. We doen daadwerkelijk, we komen daadwerkelijk terecht in wat wij noemen het moment van de moeite. En dat is dus het moment waarop de deelnemers van een werkplaats daadwerkelijk openstaan voor nieuwe kennis en nieuwe informatie.
In een werkplaats beginnen we veelal met een wandeling door het gebied in de praktijk. En in dat gebied zelf wisselen de verschillende deelnemers met verschillende achtergronden ervaringskennis uit. En daarom krijgt men meer grip op het echte vraagstuk dat er speelt. En ontdoen we ons een beetje van de modelwerkelijkheid. Er wordt niet vergaderd, maar er wordt gewerkt in twee ringen. In de eerste ring daar zitten mensen met verschillende achtergronden, maximaal 7-8 mensen, niet te veel. En die worden uitgenodigd op basis van hun ervaringskennis. In de tweede ring zitten mensen die worden met name uitgenodigd op basis van hun belangen. Ze schuiven zo nu en dan aan. We hebben het over complexe vraagstukken. En bij complexe vraagstukken ga je niet lineair van probleem naar oplossing, maar dans je als het ware op en neer. De werkplaats is daar een fase in. En het resultaat van een werkplaats is, omdat wij narratief werken, een passend verhaal, een verhaal dat doorverteld wordt in de organisatie. We hebben meer dan 10 jaar geleden het concept van de werkplaats ontwikkeld in kader van leven met water, met onder andere STOA, en al toegepast in heel veel projecten. Landschapsplan, wateroverlast, renovatie, RWZI, beheer en onderhoud. Op mijn website treft u heel veel voorbeelden en achtergronden aan. Concluderend, als we willen dat kennis gaat stromen, moeten we ons minder richten op rapporten en feiten, want dat zit al snor. We moeten ons richten op mensen en de verhalen die ze te vertellen hebben. Ik dank u voor uw aandacht. Heel mooi. Een verhaal van Govert Geldof over timing, ervaringskennis en een schild, of een verhaal dat als schild voor feiten kan dienen. Een moment der moeite. Dankjewel, Govert. Wij gaan door naar onze volgende pitch over kennis delen. Want feiten tellen en leiden tot vertrouwen en impact. Dat zegt Alice Vermont. Alice is een coördinator onderzoek en innovatie bij Waternet. En zij gaat het hebben over winnovatie en de gnoes in Afrika. Goedemiddag, mijn naam is Alice Vermont. Ik werk bij Waternet als coördinator van het onderzoek en innovatieprogramma. Vandaag wil ik onze ervaringen met winnovatie laten zien. Je vraagt je vast af, wat doen die beesten op de achtergrond daar nou? Nou, dat is het 7e natuurwonder van Afrika. En dat mocht ik in de zomer van 2019 aanschouwen. Het is het grootste en langste migratie ter wereld. De gnoes, zebra's en gazellen die werken samen om te overleven in een weg naar voedsel. Ook wij in de watersector hebben enorme uitdagingen om ons land te behoeden van overstromingen en droogte. Mijn pleidooi is, laten we leren van deze ultieme samenwerking en samen wateruitdagingen te lijf gaan met behulp van winnovatie. Want facts matter. En samen weet je meer dan alleen. Er is een wens om meer samen te werken tussen de waterbedrijven. Dat is nodig, want de wateruitdagingen die zijn te groot om het zelf op te lossen. We zien nog te vaak dat dezelfde uitvindingen op meerdere plekken getest worden. En dat is logisch. Er werken gewoon een hoop mensen aan in de watersector. En dat maakt het best wel lastig om in beeld te krijgen wie wat doet. Er is veel gaande en het is tijd om gewoon digitaal geholpen te worden om onderzoeken in beeld te krijgen. Ook willen we graag input van mensen krijgen om ideeën en uitdagingen op te lossen. Graag wil ik jullie laten zien hoe dat kan met winnovatie. Want ook de gnoes weten, als je alles alleen doet, dan wordt de kans alleen maar groter dat je bij het oversteken van de rivier wordt opgegeten door een krokodil. De slimme Brabantse waterschappen, eigenlijk de zebra's, hadden al door dat je door samenwerking verstandig was. Daarom namen zij initiatief om het digitale samenwerkingsplatform op te starten. Na hun positieve ervaringen gingen ook andere waterschappen overstag. Geholpen door het waterschapshuis worden nu alle waterschappen aangesloten op winnovatie. Bij Waternet zijn we nu 1,5 jaar bezig met de implementatie. Het wordt breed gedragen door het bestuur, de directie, maar veel belangrijker, heel veel collega's zijn inmiddels gewoon enthousiast. Ik ga kort uitleggen hoe het werkt. Het platform
bestaat uit twee hoofddelen. Challenges en een etalage. In de etalage staan allerlei onderzoeken en innovaties van de waterschappen. En door middel van tags en filters kun je snel zoeken met welke onderzoeken je aan de slag kan. En een deel van de challenges kun je zien met welke vraagstukken je mee kan denken. Tot nu toe staan er al 174 projecten van alle waterschappen in de etalage. En daarmee gaat een wens van ons in vervulling om beter grip te hebben op het innovatieportfolio. Ook is het platform in 5 talen beschikbaar. Dat maakt het mogelijk om over de landsgrenzen heen samen te werken. Zo zijn we transparant en kunnen ook anderen onze feiten checken. En dat kunnen we ook leren van de genoes in Afrika. Want die stoppen ook niet bij de grens op zoek naar voedsel. In de etalage kun je eenvoudig zien welke projecten er lopen. Via deelknoppen voor sociale media kom je eenvoudig in contact met anderen. Ook kun je zien in welke fase het project zit. En of het lopend of afgesloten is. Een leuk voorbeeld is dat we na het plaatsen van een project, het circulaire gemaal van de toekomst, al 7 ideeën kregen van mensen die daar wel een idee over hadden. En die bleken echt heel bruikbaar. Bij Waternet hebben we inmiddels ervaring met 7 challenges. Ook andere waterschappen zijn ervaring op aan het doen. We zijn zelf gestart met een aantal coronavraagstukken. Omdat het immers coronatijd was en wij dachten, dit is de mogelijkheid om medewerkers bij het platform te bezoeken. We zijn stil gaan staan bij vragen zoals, hoe kunnen we meer mensen op kantoorlocaties laten werken en hoe houden we sociaal contact? Dat maakte dat heel veel collega's de mogelijkheid kregen om mee te denken bij deze belangrijke vraagstukken. Het zorgde voor heel veel bruikbare tips, maar ook veel draagvlak voor de gekozen maatregelen. Want innovatie helpt ook in het vinden van de beste ideeën, het transparant maken van keuzes en een selectie. Een leuk voorbeeld is hoe kunnen we met meer mensen veilig werken op kantoorlocaties. Het leverde veel ideeën op. Uiteindelijk was Thijs de winnaar. Met ga meer met de trap en zie hoeveel calorieën je extra verbruikt. Dat sloeg 2 vliegen in 1 klap. Meer mensen konden het gebouw gebruiken en ook de coronakilo's werden aangepakt. Een meer technische challenge was de oproep help ons energieplan compleet maken. Ook op deze oproep kwamen meer dan 20 ideeën binnen om energie te besparen. De beste ideeën worden nu opgenomen in ons energieplan en tot uitvoering gebracht. Na een jaar ervaring met innovatie zien we dat het activiteiten transparant maakt en dat het leidt tot kruisbestuiving in de watersector. De sponsors of probleemeigenaren en onderzoekers zien toegevoegde waarde. We kunnen het gebruiken voor het ophalen van ideeën, als communicatietool en voor meer draagvlak. Bovendien is het ook gewoon erg leuk om daar naartoe te gaan en te zien wat collega's voor ideeën hebben. Zo helpt het platform ons met controle van feiten, transparantie en vertrouwen en keuzes maken die zorgen voor impact. We zijn pas net begonnen en we willen echt heel graag het samen verder ontwikkelen en verbeteren. Gelukkig zien jullie dat alle beestjes nu veilig aan de overkant komen door samenwerking. En wij hebben helemaal geen wereldwonder nodig, want wij hebben Winnovatie. Ik wil jullie heel erg bedanken voor je luisterend oor. En ik haalde inspiratie uit de pre-coronatijd, waar ik nog kon genieten van het prachtige Afrika, waar ik zo graag het project van Wereldwaternet uitvoer. Ik hoop dat jullie met me mee willen denken over de vraag hoe dit platform nog beter de samenwerking tussen de watersector kan versterken. Want samen zijn we slimmer. Ja, heel goed, Alice. Dank je wel voor dit mooie verhaal. Een verhaal van de gnoe en de krokodil. En een verhaal over samen weet je meer. En een verhaal in een strak format, de Pechacucha. Want daar kijken jullie naar. Een Pechacucha-serie van 6 verhalen. We gaan zo naar nummer 3. In die Pechacuchas hoor je een verhaal van 6 minuten en 40 seconden. Met 20 plaatjes die elk 20 seconden voorstaan.
En dat is uitdagend, zullen we maar zeggen. En 6 mensen hebben die uitdaging aangegaan. En ik ga de volgende introduceren. Dat is Auke de Ridder, afdelingshoofd onderzoek en advies bij Waterschap Drents Overijsselse Delta. Het zou kunnen zijn dat jullie hem al eerder vandaag hebben langs zien komen. Jullie zien hem in ieder geval dadelijk ook nog in het gesprek. Mede-initiatiefnemer van deze dag. Maar we gaan nu met hem aan de wandel over doen en durven vragen. Auke de Ridder. Ja, daar sta ik dan. Auke de Ridder, afdelingshoofd van de afdeling onderzoek en advies. In 2016 begonnen. En ik ga jullie meenemen door hoe het waterschap en hoe ik zelf eigenlijk door een hele, door een soort wandeling ben gegaan om kennis aan de man te brengen. Kennismanagement aan de man te brengen. Groot geworden met de poten in de klei binnen de waterschappen, dus het echte doen. En vervolgens veel meer naar de theorie gegaan. En die theorie, die combinatie ervan. Dus de beste besluiten, is die nou gebaseerd op kennis en kunde? Of waar is kennis nou eigenlijk goed voor? Die vraag die moest ik mezelf gaan stellen. Omdat de afdeling onderzoek en advies het kennisinstituut of het kenniscentrum van de organisatie zou moeten zijn. Maar ja, dan is het wel heel erg interessant. Wat is dan kennis? En hoe doe je dat überhaupt? Ik ben dat kennispad, als ik het zo maar mag zeggen, ben ik eigenlijk best wel eenzaam begonnen. Zelf ingenomen misschien wel. Misschien wel te verlegen om vragen te stellen. En ik heb geprobeerd om kennismanagement in mijn eentje eigenlijk vorm te geven. Dat heeft mij heel even geduurd. Want ik merkte al snel dat het kennispad in je eentje, kennismanagement in je eentje, eigenlijk een ondoenlijke weg is. Het is niet te fixen in je eentje. Misschien wel net zoals kennis. Kennis heeft pas waarde op het moment dat je het met elkaar gaat delen of met elkaar gaat doen. En in dit geval kwam ik daar dus achter. Kennis alleen en kennis alleen opbouwen en delen is niet te doen. Dus, wat organiseerden we vervolgens? Op de afdeling ging ik mensen vragen die veel met kennis hadden. Nou, dat zijn ze gelukkig allemaal, want al mijn collega's zijn inhoudelijke specialisten. Dus allemaal hebben ze veel kennis. Maar over hoe ze die kennis overbrengen aan anderen en hoe je dat dan beschikbaar maakt, dat was wel weer een hele grote uitdaging. Dus vervolgens, toen we tot de conclusie kwamen dat we daar niet zo goed in waren, ook dat eigenlijk nog niet samen wisten, zijn we gaan rondbellen. Vragen gesteld aan allerlei mensen die al veel meer ervaring daarmee hebben. Veel praten, kletsen, bla 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 bla. En dat is het eigenlijk wel. In eerste instantie word je dan een beetje depressief daarvan. Want je hoort zoveel nieuwe verhalen en je komt tot de conclusie dat je zo weinig er eigenlijk van weet, van dat kennis delen en hoe je dat dan doet, dat toch wel een beetje mineur gaf. Maar van lieverlee, door steeds meer erover te weten te komen, steeds meer erover te praten, steeds meer mooie verhalen erover te horen, kwam eigenlijk ook wel het besef dat we dat zelf de verhaal voor onszelf eigenlijk helemaal konden plooien. En daar word je dan wel weer heel erg blij van. In ieder geval, ik werd er heel blij van. En ik merkte ook wel dat in de afdeling en de organisatie daar ook blij van werd. Nou, naast dat we onze eigen organisatie gingen onderzoeken, heb ik ook nog alle waterschappen bevraagd eigenlijk over dit onderwerp. En bij alle waterschappen kwam er één ding naar boven. We hebben hier allemaal moeite mee. Hoe deel je nou kennis en hoe zorg je ervoor dat die kennis ook tot besluitvorming komt? Nou ja, dan heb je zo'n gesprek en dan praat je tegen elkaar en je zegt kennis dit, kennis dat. En het is ook makkelijk hè, als je een vraag hebt aan een collega en je zegt ik heb iemand nodig met kennis. Ja, dan blijft het allemaal wat abstract. Hoe kan je nou kennis minder abstract maken, meer to the point? Hoe kun je het aan elkaar uitleggen? Dus eigenlijk de vraag die we vervolgens stelden, wat is dan kennis? En hoe kan je dat dan vervolgens verkopen als het ware aan mensen die het willen horen? Een riedeltje. Voor ons is het in ieder geval belangrijk gebleken dat dat het duidelijk is dat kennis iets is wat in hoofden zit. Kennis is een skill. Het is een ding wat zoiets heet als ervaring. En ervaring hebben de waterschappen heel erg veel. En die ervaring, daar kan je eigenlijk ook dat kun je bevragen. Je kan bijvoorbeeld iemand vragen met veel kennis.
En dat is één kant van het verhaal. Maar je kan ook mensen bevragen en zeggen, hey, heb je ook veel vaardigheden daarin? Dus heb je bijvoorbeeld theoretische kennis en activiteiten die samen die vaardigheid hebben versterkt? Dus niet alleen ervaring, maar ook vaardigheden. Ben je er ook toe capabel om het te doen? En daarnaast is er ook zoiets als kennis wat je opslaat in computersystemen. En wat je eruit kan halen, wat iedereen er eigenlijk uit kan halen. Hè? Of je nou ervaring of vaardigheden hebt. Het is kennis die je bijvoorbeeld ziet in dashboards, informatie. En die kennis die daarin opgeslagen is, die is heel cruciaal als vertrekpunt. En als je dat dan allemaal bij elkaar stopt, dan heb je ook nog zoiets als, heb je goede kennisoverbrengers. Mensen die op het podium durven te staan. Mensen die zonder schroom het halve verhaal durven te vertellen en eigenlijk de oproep doen, hey, kom met je eigen idee om onze kennis verder te verrijken. Niet automatisch op een TEDx-podium of op een groot en meeslepend. Het kan ook klein en heel fijn zijn. Het kan in kleine groepjes aan de keukentafel zijn. Dus het hoeft niet automatisch een TEDx-speech te zijn. Laten we dat vooropstellen. Attitude, zoals we dat dan mooi noemen, gaat niet alleen maar over die grote en meeslepende verhalen. Maar al met al begint het eigenlijk toch voor mij steeds meer te dagen. Het is durven, doen, het is vragen stellen, het is eigenlijk die schop in de grond durven steken, die schop goed te hanteren, daar ervaring en vaardigheden mee krijgen, maar bovenal dus doen en durven. En als je dat dan doet, dan merk je ook door dat doen en vragen stellen, is dat je heel veel enthousiasme krijgt. En dit kennisfestival Do Facts Matter is wat mij betreft het summum van voorbeeld waarbij door met elkaar erover te praten en vragen te stellen, je een festival neer kan zetten, een kennisdeelmoment te gaan creëren voor heel veel mensen. En dus zeg ik, kennismanagement, dat kan. Yes, we doen het samen. Door te doen en door te vragen. Dankjewel, Auke. Dat was een mooie pitch, of eigenlijk wandeling langs 20 plaatjes van eigen hand, heb ik begrepen. De creatief, maar ook de filosoof in één. Want het was van kennistheorie naar kennispraktijk. Met een grote filosofische vraag. Wat is kennis nou eigenlijk? Skill, ervaring of iets meer? Dankjewel. Het zet ons weer aan het denken. Ik ben dadelijk ook wel benieuwd hoe mijn sidekick Vincent Marchaud daarover denkt. Dat gaan we zo horen. Maar ik neem jullie eerst mee naar het vierde verhaal. Die staat al te trappelen. Dat is Paulien van Vredendaal. En zij is informatiespecialist van de Hydrotheek bij Wageningen Universiteit. En zij neemt ons mee, of beter gezegd, dompelt ons onder in de Hydrotheek. Paulien van Vredendaal. Om te beginnen, wie zijn we eigenlijk? Ik ben Paulien. Ik werk samen met Bobby aan de Hydrotheek. De Hydrotheek van STOA. STOA, u allen bekend. Het werk voor de Hydrotheek doen we in Wageningen bij de Bibliotheek van WUR. Maar hoe is de Hydrotheek ooit gestart? In 1985 is de Hydrotheek gestart. STOA-deelnemers sturen elk jaar hun publicatie op. De bibliotheek beschrijft en rubriceert de opgestuurde publicaties en voegt ze toe aan de speciale watercollectie, de Hydrotheek. Alle publicaties over water in Nederland kwamen op één plaats beschikbaar. Maar waarom dan? Zo kon je achterhalen wat er elders gedaan is. Het kan je van elkaars werk leren en voorkom je dubbel werk. Bedenk wel, Google bestond toen nog niet en het internet stond in de kinderschoenen. Maar hoe dan wat er elders gedaan was? Jaarlijks verscheen een boekje met de nieuw toegevoegde publicaties van dat jaar. Dit papieren boekje werd verspreid onder de deelnemers en gaf een vrijwel volledig beeld van wie wat gepubliceerd heeft. Kennisdeling was een feit. En hoe doen we dat nu dan? Inmiddels is de Hydrotheek een database met 50.000 bronnen. De Hydrotheek heeft sterke zoek- en filtermogelijkheden. Er wordt ook gezocht in de volledige tekst van de bronnen. De bronnen zijn hoofdzakelijk digitaal en online. Maar waarom Hydrotheek? Alles staat toch op Google?
Bij Google moet je nog maar kijken of het materiaal er over 5 jaar nog staat. En hoe vind je publicaties in Google als de hydrotheek ze er niet op zet? En wat is de betrouwbaarheid van wat je in Google vindt? Wat is betrouwbare kennis? De hydrotheek biedt gecureerde publicaties. Het kaf wordt van het koren gescheiden. De hydrotheek zorgt voor borging van kennisbronnen. Duurzame opslag van publicaties. De kennisbronnen blijven beschikbaar via een vaste URL. En hoe brengen we die kennis nu bij de mensen? De hydrotheek verspreidt de informatie over de publicaties via een maandelijkse nieuwsbrief, een wekelijkse attendering en via de sociale media. U kunt zich hier gratis op abonneren. Zo blijf je bij. Maar we verspreiden deze informatie niet alleen via een abonnement. De publicaties zijn ook beschikbaar via RSS, harvesting en andere technische koppelingen. Technieken waarmee de publicaties op andere websites getoond kunnen worden. Kortom, u kunt de hydrotheek op uw eigen website tegenkomen. Is alles in de hydrotheek digitaal terug te vinden? Bijna. In het afgelopen jaar zijn 1800 nieuwe titels toegevoegd. Op één na zijn al deze titels digitaal online beschikbaar. Nieuwsgierig naar die ene titel die niet digitaal is? Dat is het boek De Vissen van Utrecht. Inmiddels is meer dan de helft van alle publicaties in de hydrotheek digitaal online beschikbaar. 62,2%. Voor het grootste gedeelte is de toegang tot de publicaties open access. Dat wil zeggen zo dat iedereen erbij kan, waar je ook zit. En we werken er nog steeds aan om de hydrotheek digitaler en meer online te maken. Soms scannen we materiaal, soms krijgen we dat aangeleverd. Zo hebben we 1000 artikelen uit H2O gescand en beschikbaar gemaakt. We krijgen ook regelmatig rapporten per mail opgestuurd. Doen we dit alleen? Nee, de hydrotheek doen we niet alleen, maar vaak in samenwerking met anderen. De hydrotheek kan nog voor meer waterschappen en andere organisaties fungeren als archief voor publicaties. Ik nodig u van harte uit. Maar worden de publicaties dan ook gebruikt? Op de hydrotheek website zijn in het afgelopen jaar bijna 50.000 pagina's bekeken. De hydrotheek is meer dan een database waar je een publicatie deponeert. Je weet dat er meer mensen kennis van gaan nemen. En het gebruik van deze pagina's is niet vergeleken met het gebruik van de publicatie zelf. Afgelopen jaar zijn ruim 1 miljoen keer de publicatie zelf bekeken. Het gebruik is in 2020 ruim 50% gestegen. Het is duidelijk, de mensen komen niet allemaal via de voordeur. Maar wat vind je nu allemaal in de hydrotheek? Van oudsher zitten er veel rapporten in de hydrotheek. Zoals rapporten van RISA, Deltares en nog veel meer. Maar er zijn ook veel praktijkgerichte vakbladartikelen. Zoals artikelen uit neerslag, stromingen en nog veel meer. We voegen echter ook de nieuwere publicatietypen toe aan de hydrotheek. Zoals Delta Facts, webinars, dossiers, podcasts en video's. En waarover gaat het nu allemaal in de hydrotheek? De hydrotheek bevat bronnen op het gebied van hydrologie, aquatische ecologie, watersystemen, waterkeringen, afvalwaterzuivering, riolering en waterbeheer in Nederland. Kortom, de STOA-thema's. Dan kom ik langzaam aan bij het einde van deze presentatie. Wilt u bijblijven? Wat verschijnt er aan nieuwe publicaties? Wilt u uw publicaties vinden in de hydrotheek? Wilt u de hydrotheek een plek geven op uw website? Heeft u andere goede ideeën? Ik hoop dat u een beeld heeft gekregen van de hydrotheek. Bedankt voor uw aandacht en tot snel. Ja, wisten jullie dat allemaal? Paulien, dank je wel voor jouw
verhaal en je uitnodiging voor de hydrotheek om daar gebruik van te maken. Ik wist het niet, dat klassieke papieren boekje en een database van betrouwbare publicaties die met de tijd meegaat. Een mooi verhaal, dankjewel. Ik nodig graag mijn sidekick uit. Die heeft als een spons volgens mij gewerkt de afgelopen 4 verhalen. Om al dat, die verschillende vormen ook langs te zien komen. Jullie merken dat het ook digitaal toch een uitdaging is om dat strakke format aan te houden. Maar Vincent, wat viel je op tot nu toe? Nou, wat mij opviel is dat 2 dingen. 1, deze 4 mensen, en ik vermoed de 2 die gaan komen, moeten met elkaar rond de tafel gaan zitten. Die zijn dat bijna verplicht, omdat ze gewoon complementair bezig zijn. En volgens mij heel veel van elkaar kunnen leren. Dus dat is het eerste. Daar ligt ergens een synthese, dat voel ik gewoon. Een tweede is dat ze nog heel veel bezig zijn, alle 4. En ik ben benieuwd of de volgende 2 dat ook doen. Met beschikbare kennis op een of andere manier vormgeven, distribueren, et cetera. Maar ik ben zo geïnteresseerd altijd, vanuit mijn vakgebied, omgaan met onzekerheid, over kennis die we niet hebben. Ja? Hoe komen we daar nou achter? Help me daar eens bij, alsjeblieft. Dus ik ben bijzonder benieuwd van naar wat de 2 volgende sprekers gaan brengen. Maar hoe kun je nou iets hebben wat je niet weet? Nou, we gaan wel nadenken. Daar kun je wel over nadenken. Je kan wel nadenken over de dingen die je niet weet of waar je het niet over eens bent. Ja, leuk. Mooi, ik ben benieuwd. We gaan door. Dank je wel voor nu. We gaan namelijk door naar Jonas Heffels. Hij is programmamanager innovatie en transformatie bij het Waterschapshuis. Het toffe van Jonas is dat hij nog geen 1,5 dag geleden zei, ja, ik ga die uitdaging aan. En dat is best uitdagend als je een pitch moet geven met 20 plaatjes die 20 seconden voorstaan. Maar hij durfde dat aan. Hij neemt jullie mee naar een verhaal over kennis bouwen en het samen doen daarvan. Jonas Heffels. Nou, hoe was het voor jullie vroeger om kennis op te doen en om te leren? Voor mij was het eigenlijk altijd dat ik leerde door dingen te doen. Niet alleen door boeken te lezen of door in de klas te zitten, maar juist door wat ik geleerd had mee aan de gang te gaan. En van daaruit dus te zien wat kennis echt betekende. Mijn naam is Jonas Heffels. Ik ben programmamanager bij het Waterschapshuis. En ik wil jullie graag meenemen in hoe ik kijk naar kennis en kennis delen. En een van de ezelsbruggetjes die ik vroeger kreeg was, kennis is informatie keer je ervaring. En dat samen maakt kennis. Dus kennis is niet alleen een informatieding. En mijn visie op kennis is dat kennis of kennis delen eigenlijk de reddingsboei voor ons is naar de toekomst toe. En zonder die reddingsboei gaan wij in de toekomst, zeker als overheden, als waterschappen, maar ook gemeenten, provincies, ons werk niet meer kunnen blijven doen. Als je kijkt naar de geschiedenis, dan begonnen wij vroeger met kennis delen om beter te kunnen boeren bijvoorbeeld. We gingen kennis delen om samen polders te bouwen. Met als effect niet alleen dat we polderden, maar ook dat we dus meer inkomsten kregen en op die manier konden blijven overleven. Dat is een voorbeeld wat volgens mij voor iedereen wel spreekt. En op die manier is eigenlijk in de geschiedenis was kennis was onze vorm om te overleven. Kijk je dan naar de toekomst, dan verandert daar weer iets mee. Want op dit moment gaat kennis delen niet helemaal meer over overleven alleen. Kennis delen gaat een stap verder. In het heden is kennis delen om samen ook fijn te kunnen leven. Dus kijk naar al die projecten waar wij als overheid samen met de omgeving, met de agrariërs, bouwen aan een betere omgeving. Een fijne leefomgeving, zoals dat heet. Dus kennis is niet meer alleen maar overleven, het is ook fijn leven. Ik herken bij mezelf bijvoorbeeld dat we projecten deden waar je landschapsparken inricht. Of hier een van de waterschapskantoren waar je ziet waar ook de omgeving mag komen wandelen. Dus fijn leven, inkomsten en kwaliteit. En dus die kwaliteit, dat is wat wij nu aan ons leven toevoegen met de kennis. In de toekomst ga je nog een stap verder. Dan gaat het niet meer alleen over fijn leven, want volgens mij, kijk naar al die internettoepassingen die wij nu hebben met kennis en met data. Die kunnen we zometeen inzetten om ook echt van waarde te zijn. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor een grotere omgeving. En ik denk die grotere omgeving, nou, dat gaat weer nog 10 stappen verder. Zo zie je dat inkomsten,
kwaliteit en maatwerk uiteindelijk mogelijk worden om maatschappelijke meerwaarde en maatschappelijke waarde te creëren met z'n allen. En kennis en daarmee ook data gaat ons daar in de toekomst bij helpen en daar wordt nu al heel hard aan gewerkt. Binnen het waterschapshuis zien wij die digitale transformatie ook. En wat we daarmee doen is dat je zegt, je hebt bestaande technieken zoals die boeren eerst bezig waren. Je hebt nieuwe technieken, AI, Internet of Things, data science en maatschappelijke vraagstukken. En samen verandert dat onze manier van werken. Ook naar de toekomst toe. Dit doen wij onder andere in Winnovatielabs. Bijeenkomsten waar we samen met mensen rond één vraagstuk door diehard 3 dagen lang eraan te werken, proberen nieuwe ideeën eigenlijk aan te dragen en nieuwe oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Dus vraagstukken die verder gaan dan normaal. Dit doen we ook via Winnovatie, een platform. Daar horen jullie op andere manieren ook meer van. Maar een platform waarop wij kennis delen, waar wij waterschappen aanmoedigen om kennis te delen, maar waar wij ook het innovatieproces van voor tot achter op vorm geven aan de hand van challenges. Naast al dat geïnnoveer zijn wij ook bezig om kennis te ontwikkelen door te leren. Want nieuwe kennis doe je niet alleen op door bezig te zijn. Nieuwe kennis doe je ook op door samen te verkennen. Wat komt er nou op ons af? Wat is de trend naar de toekomst toe? En hoe gaan we daarmee om? Dit doen we onder andere door vorm te geven aan een grote leerlijn. Waarin we samen met waterschappen een taal ontwikkelen. Een taal rond digitale transformatie. Dus niet alleen wat we nu al weten, maar ook kijken van alle kennis die we tot ons nemen. Wat betekent dat voor de toekomst? En wat betekent dat voor mijn organisatie bijvoorbeeld? En dit doen we ook in een programma als DEEP. En DEEP is een programma wat Data Science en Engineering Expert programma. Waar we samen met young professionals, maar ook oud-gedienden binnen de waterschappen werken aan kennisopbouw rond data science en data engineering. En op die manier het werk van de toekomst vormgeven. Nou, en naast dat leren en innoveren werken we ook aan verbinden. En dat is de derde poot om kennis op te doen. Dat is mensen bij elkaar brengen. Met of zonder agenda. Samen het gesprek voeren. Kennis uitwisselen. Informatie uitwisselen. En op die manier te ontdekken wat we samen kunnen bereiken. Dat doen we onder andere door Winnovatiesnacks te organiseren. Online en voorheen offline sessies. Waarin we eigenlijk inspiratie met elkaar opdoen over van allerlei onderwerpen die met innovatie te maken hebben binnen de waterschappen of zelfs binnen de watersector. Met relatief weinig agenda het gesprek voeren, want dat wordt je geïnspireerd. En een andere zijn de Winnovatie podcast. Dus inspireren met mensen uit de watersector, samen gesprekken voeren over allerhande innovaties of innovatie aanpakken of processen die helpen het waterschap van de toekomst vorm te geven. Nou, in totaal bouwen we dat op in 3 pijlers. Dus leren, 1 taal spreken, verbinden, kennis bij elkaar brengen en innoveren. Dat geleerde en die kennis omzetten tot mooie toepassingen voor nu, maar ook vooral voor de toekomst. En dan is eigenlijk de vraag, reddingsboei, is die nog nodig of moeten we leren zwemmen? Uiteindelijk is het altijd springen in het diepe, want nou ja, dat ondiepe doet zeer. Maar volgens mij is het ook zo dat iedereen op zijn eigen manier leert zwemmen. En laten we dat dan ook centraal stellen en samen kijken of we die mindset om kunnen zetten in kennis delen. Of het nou nodig is of niet. Ja, super Jonas, dank je wel. Een sprong in het diepe. Van kennis om te overleven naar kennis om te innoveren, leren en verbinden. Informatie en ervaring maakt die kennis. Een mooi verhaal waarbij mensen bij elkaar brengen misschien nog wel de essentie is. En dat is ook zo mooi aan Do Facts Matter. Hier brengen we mensen bij elkaar die allemaal vanuit hun thuiswerkbubbel nu toch in verbinding zijn. En dat kan op verschillende plekken. Je kan hier naar de koffiehoek om even met elkaar te praten, of naar de kennismakelaars om in te stappen en je vraag te stellen. Als festivalorganisatie bieden we ook graag een quiz aan. Daar reiken we nog een prijs voor uit in het slot-event. Dus ga naar de knop quiz of feedback. Die vind je daar beide. En met die feedback kunnen wij misschien de volgende editie weer beter maken en daar wat mee doen. Dus graag.
Ik ga jullie meenemen naar de laatste pitch die staat te trappelen. En dat is Ellen Tromp, adviseur waterveiligheid met interesse in kennismanagement bij de organisatie Deltares, een kennisorganisatie. En Ellen neemt ons mee in kennisoverdracht van doordringen naar doorwerken. Ellen Tromp. Herken je dat gevoel? Je ontwikkelt zelf heel veel kennis en je ziet kansen voor anderen om deze kennis toe te passen, waardoor hun werkzaamheden gemakkelijker gaan. Vol enthousiasme vertel je jouw ervaring en probeer je hen te overtuigen. Maar je lijkt niet tot ze door te dringen. Ze kijken je vooral heel glazig aan. Hoe kun je dan toch deze kennis laten doorwerken? Idealiter wordt de beschikbare kennis ook gebruikt bij de politieke besluitvorming. Vergelijk het nu met het RIVM en het OMT die kennis inbrengen bij het kabinet voor de aanpak rondom corona. Maar hoe zorg je ervoor dat die beschikbare kennis ook echt wordt meegenomen? Realiseer dat er soms andere afwegingen worden meegenomen. In ons werk gebruiken we vaak de projectaanpak. En daar werken we iedere keer toe naar deelbesluiten. Aan het einde van elke fase wordt dan die deelbesluit gemaakt. En naarmate we richting de uitvoering komen, wordt de beschikbare kennis ook steeds gedetailleerder. Weet je bijvoorbeeld steeds beter hoe de ondergrond in elkaar zit, steeds beter welke bases er zijn. En wat we ook zien, is dat we steeds meer de betrokkenheid van bewoners zien, belanghebbenden. Die komen ook steeds meer, worden ze meegenomen bij de maatregelen in het ruimtelijke domein. Ze hebben ook zelf heel veel eigen ideeën en ook heel veel lokale kennis. De vraag is hoe overheden deze kennis dan meenemen in de projectaanpak. Om te zorgen dat we uiteindelijk tot een gedragen besluitvormingsaanpak komen. Met hopelijk ook een verbetering in de leefomgeving, in de kwaliteit van de leefomgeving. Ik heb de afgelopen jaren actieonderzoek gedaan binnen de wereld van dijkversterking en duurzaamheid. Ik heb gekeken naar de kennisoverdracht tussen overheden onderling, de overheid met een subsidieverleningsbureau, maar ook de overheid met bewoners en andere belanghebbenden, om te kijken hoe we de beschikbare kennis kunnen meenemen in een project. Ik heb hiervoor een eigen bril ontwikkeld, een methode waarbij ik naar kennisoverdracht en kennisdoorwerking kijk. Wees gerust, ik ga je niet allemaal vertellen hoe dat in elkaar zit, want dat zou veel te ver gaan voor deze presentatie nu. Maar ik wil wel graag met jullie de aantal highlights delen, want ik heb gezien dat een goed begin het halve werk is. En om dat verder te kunnen verduidelijken wil ik graag beginnen met de begrippen kennisoverdracht en kennisdoorwerking. Wat kennisoverdracht is voor mij het geven van deze presentatie. Of een filmpje of een rapport die wordt gedeeld met anderen. Maar kennisdoorwerking, daar praat ik pas over als we het als het ware de kennis hebben herkauwd. Wat ons eigen hebben gemaakt en ook daadwerkelijk gaan toepassen in onze werkzaamheden. En misschien ook wel verder gaan vertellen. Er zijn ook een aantal belangrijke begrippen, waaronder vertrouwen. Vertrouwen in elkaar, maar ook in de kennis die wordt overgedragen. Vertrouwen opbouwen kost tijd. Maar het kan ook zomaar weg zijn. Ik heb tijdens een vergadering gezien hoe een grimmige sfeer en een breuk in vertrouwen kon ontstaan door het woord jullie. Wat hebben ze het nou over de maand juli of jullie als aanwezigen? Een ander belangrijk begrip is de behoefte. De behoefte van de ontvanger in kennis. Want het is belangrijk dat je daarop aansluit. En het is ook goed om te weten waarom iemand zo'n behoefte heeft. Is dat bijvoorbeeld omdat het waterschap de dijk moet versterken, een wettelijke verplichting? Of is het juist vanwege persoonlijke of economische drijfveren? Maar het is belangrijk om jouw verhaal daarop aan te passen en aan te sluiten ook met de taal die je daarbij gebruikt. En het is ook goed om te realiseren dat we eigenlijk ook zelf allemaal een rupsje nooit genoeg zijn. Want is er één vraag beantwoord, dan staan er nog 99 andere vragen in de wachtrij die ook beantwoord moeten of zouden willen worden. En onze kennisbehoefte kan daardoor dus zich ook aanpassen. En toch zijn er dan ook nog allemaal redenen waarom die kennisoverdracht niet lijkt te lukken. Bijvoorbeeld laptopproblemen. Je kan geen verbinding maken met de Beamer. Of je komt helemaal niet in MS Teams of in Zoom. Of, maar dat lijkt al heel lang geleden, we staan in de file, waardoor we helemaal niet bij zo'n bijeenkomst aanwezig kunnen zijn. Het kan natuurlijk ook geboren door geluiden uit de andere zalen. Bijvoorbeeld een fanfareband die aan het spelen is. De klompendans wordt geoefend. Of kinderen op de achtergrond. Het kan ook zijn omdat we tijdens een overleg zien dat spraakverwarring ontstaat. Bijvoorbeeld als iemand het over het woord kunstwerk heeft. Bedoelt hij dan dat schilderij of dat standbeeld? Of gaat het over een sluis? Het verhaal moeten we continu aanpassen aan degene die we tegenover ons hebben. Dus dat betekent ook, logischerwijs zou je denken, dat we een ander verhaal vertellen voor de bestuurder als voor een vakprofessional. Het kan ook zijn dat je na je bijeenkomst iemand tegenkomt die zegt van ja, maar die kennis dat klopt helemaal niet. Hij disqualificeert die kennis. Of je ziet dat je de kennis wel degelijk begrijpt, maar je hebt geen geld, je hebt onvoldoende tijd of je hebt onvoldoende expertise in huis om die kennis daadwerkelijk toe te gaan passen. Wat daarbij heel belangrijk is, is om met elkaar in verbinding te blijven.
Iedere keer vragen stellen van wat bedoel je eigenlijk? Begrijp ik goed wat je nu zegt? Stel verduidelijkende vragen. En ook degene die de kennis deelt moet af en toe controlevragen stellen. Laat iemand anders het samenvatten, want dan weet je zelf ook dat het goed is begrepen. En van kinds af aan leren we, er bestaan geen domme vragen, maar die bestaan er ook echt niet. Want wat we met elkaar doen is iedere keer ons rugzakje vullen met nieuwe kennis. En soms moet je ook echt bewust nieuwe kennis inbrengen in dat rugzakje om te zorgen dat iemand ook een goede gesprekspartner kan zijn. Dus dat betekent dat je voor bewoners of misschien wel voor bestuurders een spoedcursus dijkversterken gaat houden. Of over een heel ander onderwerp. En kennisoverdracht en kennisdoorwerking vindt plaats tussen personen. Niet op organisatie, maar tussen personen. En dat vraagt om een goede voorbereiding. Goed weten wat beweegt de ander. Wat heeft de ander nodig om zijn of haar werkzaamheden te verrichten? Het vraagt om een goede voorbereiding. Goed nadenken. Wat heb ik nodig? Wat wil ik bereiken? Hoe kan ik dat doen? En iedere keer continu met elkaar in verbinding blijven. En dat is niet één persoon die dat doet. Nee, dat is echt een team effort. Daar moet iedereen voor hard voor werken. En kennisoverdracht is ook een keten van interactiemomenten. En het is ook nog zo sterk als de zwakste schakel. Het voordeel is wel, je kan het continu blijven aanpassen. Want bij een volgende bijeenkomst kun je nog een keer terugpakken op de kennisoverdracht die de vorige keer minder goed ging. En door dan continu te kijken wat de dynamiek is tijdens bijeenkomsten, kun je erop aanpassen. En kun je iedere keer kennisoverdracht of manier waarop het niet lukt, aanpassen en bijsturen. En dat kan zowel vooraf, tijdens als na bijeenkomsten. En dan kun je aandacht verleggen naar de dingen die er echt toe doen. Maar het is ook goed om te realiseren dat niet alle kennis altijd kan worden meegenomen. Het zal uiteindelijk altijd een belangenafweging blijven. En de beste stuurlui staan aan wal. Dus we moeten met elkaar ook polderen. Maar laten we er wel voor zorgen dat de beschikbare kennis wel degelijk wordt meegenomen bij de huidige en toekomstige opgaven waar we met z'n allen vandaag de dag voor staan. En zorgen dat er uiteindelijk de juiste besluiten genomen kunnen worden. Nou, als je naar aanleiding van deze pitch graag wat meer wilt weten over de methode, laat het me weten. Ik ga er graag met jullie verder over praten. Ik sta ervoor open. En samen komen we echt verder met kennisdeling en kennisdoorwerking. Dank jullie wel. Wisten jullie dat er zoveel informatie in nog geen 7 minuten te delen is? Dankjewel Ellen Tromp over een verhaal met een goed begin. Vertrouwen en verbinding, maar ook een rupsje nooit genoeg en praktische problemen, zoals verbindingsproblemen, MS Teams en Zoom. We komen ze allemaal tegen. Dankjewel. Taal is belangrijk en ik zag mijn sidekick Vincent al lachen tijdens deze pitch. Waar lachte je om? Mogen we dat weten? Ja, ik werk vaak in zogenaamde interdisciplinaire teams. En dan heb je te maken met... Ik werk bijvoorbeeld op dit moment samen met mensen van het Radboud UMC op het gebied van pandemiemanagement. En daar zitten dan virologen aan tafel, daar zitten artsen aan tafel. Maar er zitten ook mensen zoals ik aan tafel. En dan gaat het met name over de spraakverwarring die we al hebben. Wat is voor hun complex, wat is voor mij complex? Wat zijn bij hun afwegingen, wat zijn bij mij afwegingen? Op hele eenvoudige gebruik van definities die in mijn eigen bubbel heel gebruikelijk zijn, kunnen andere mensen op een hele andere manier aanslaan. Dus daar sla ik meteen op aan, om het zo maar te zeggen. Ja, het tweede waar ik op aansla... Sorry? Ga je gaan. Een tweede waar ik op aansla is... het doordringen van kennis. Ja, dus inderdaad, wat wij vaak doen, is de fout die wij maken, is dat wij gaan even uitleggen hoe het allemaal zit. Maar dat is nog iets anders dan die kennis daadwerkelijk gebruiken in je dagelijkse praktijk. Om het zo maar te zeggen. En het laatste waar ik op aansla is de ambitie die we hebben om besluitvorming in de toekomst op de best mogelijke kennis te baseren. Ja, dat is een mooi streven, maar helaas leert de politieke realiteit ons dat hoeveel kennis we en hoeveel rapporten we ook schrijven en hoeveel informatie we ook geven, dat er hele andere afwegingen gemaakt worden waar je van tevoren helemaal niet over nagedacht hebt. Dankjewel. Dankjewel voor deze duit in het zakje. We gaan daar dadelijk over verder praten. Ik wil als eerste hartelijk danken Govert Geldof, Alice Vermont, Auke de Ridder, Paulien van Vredendaal, Jonas Heffels en Ellen Tromp. Super bedankt voor jullie lef om hier op de rode stip te gaan staan en dit verhaal te vertellen. Hiermee sluiten we. Jullie zijn trouwens terug te vinden in de Coffee Corner en gewoon als festivalbezoeker. Dus je kunt ze gewoon hier een soort van live ontmoeten, een soort semi-live, fysiek niet. Maar deze sessie wordt nu op 2 kanalen uitgezonden. Op het kanaal van kennis delen, hoe dan de verhalen. En kennis delen, hoe dan het gesprek. Deze sessies gaan naadloos in elkaar over. Dus als je dit nu al volgt, blijf gewoon lekker hangen. Want we gaan zo het gesprek starten.
Wij eindigen formeel deze sessie, zodat alle nieuwe instappers ook in kunnen stappen. Dus jullie zien dadelijk de trailer weer. En dan starten we een gesprek met Joost Buntsma. Vincent, die blijft erbij. Anjo Travai van Bovenkamers, hebben jullie eerder gehoord. En Auke de Ridder over kennis delen. Hoe gaat dat dan verder? Ik zie jullie zo terug. Welkom. Welkom bij Kennis delen, hoe dan het gesprek. Wij gaan het komende drie kwartier in gesprek over kennis delen en de verschillende aspecten daarvan. Dat gaan we doen met Anjo Travai, Vincent Marchau en Auke de Ridder. Wij horen ze dadelijk meer. We starten zo met Joost Buntsma, maar voordat we dat doen, ga ik iets aan jullie vragen in de poll. En die poll die verschijnt in jullie chat. Daar kun je, als je daarop accepteert, aan meedoen. Je moet even je naam invullen, de voorwaarden accepteren. En dan kun je meestemmen. In deze sessie krijgen jullie 5 vragen. Dus probeer dat gewoon. Leuk om op die manier mee te doen. De eerste vraag die zo voorgetoverd wordt, is de vraag: hoe vind jij kennis? Vind je dat via boeken en rapporten? Vind je dat online of met Google? Vind je dat via je collega's en het netwerk? Of door gewoon lekker zelf aan te klooien, te experimenteren en te onderzoeken wat je nog niet weet? Wij zijn heel benieuwd naar jouw antwoord. Vandaag het gesprek over kennis delen, hoe dan? Is er nou een gouden sleutel voor? Gaat dat over de vorm, over de spreiding en promotie, gedrag, ervaringen? We gaan daarover in gesprek met Joost Buntsma. Joost is directeur bij de STOA. En gaat het hebben over kennistoepassing. Ik zie hem alleen, hij komt terug gesprint in onze digitale studio. Joost, welkom. Welkom terug in Kennis delen het gesprek. We hebben al eerder een podcast van jou gehoord en jou bij de opening gehoord. Kennis is eigenlijk, en kennis delen is misschien wel de kern van het werk van STOA. Wat zijn de voornaamste manieren hoe STOA zijn of haar kennis nou deelt? Nou, laat ik beginnen met eerst even nog even terug te blikken op de, als het mag, Maarten, op de 6 presentaties van net. Want ik vond dat heel inspirerend en je zei al, daar is lef voor nodig. Nou, dat denk ik ook wel. En lef en durf is ook wel iets wat in de presentaties terugkwam. Auke en Jonas hadden het daarover. En wat mij ook heel sterk opviel was dat het kennis delen is gewoon mensenwerk, hè? Dus het gaat om de mens. En dat vond ik ook heel mooi om te zien. En dat stemt ook wel even tot nadenken allemaal over hoe STOA het doet. Maar daar kom ik straks wel even op terug nog voor de toekomst. Als je kijkt hoe we het nu doen, kennis delen is de lifeline van STOA. Toen ik bij STOA kwam in 2013 was er een uitspraak van de toenmalige gedeputeerde van Drenthe. En die had het over DLG, dienst landelijk gebied. En die zei, DLG was een prima club, maar het hebben ze onvoldoende laten zien. En dat betekent dat je toch gewoon elke keer weer, ook als STOA, je moet laten zien. Nou, dat doen we vandaag onder andere. Maar dat moet je elk jaar en continu doen. En dat laten zien, doen wij onder andere door onze digitale nieuwsbrief, waar je voor op kunt geven via onze site, onze STOA ter info. Nou, we hebben net Paulien een mooie presentatie gegeven over de hydrotheek.
Je kunt in begeleidingscommissies deelnemen, in onze programmacommissies, communities of practices. We hebben het net ook, dat heeft Govert ook laten zien, onze rapporten. Daar brengen we er toch altijd nog 40 van uit. Maar met rapporten, dat zei Vincent ook al, ben je er niet. Je moet het laten vergezellen. Door brochures, infographics, animaties, zelfs een praatplaat. Ja, je gelooft het niet, maar een praatplaat. Delta-effect is ook al een keertje aan de orde gekomen. Daar hebben we een gecomprimeerde weergave van de meest recente kennis. 40 tot 50 bijeenkomsten per jaar. Wanneer mogen ze weer? Ik kijk er naar uit. En ook al ook kwamen we even net al ter sprake van hoe komen we aan kennis die we niet weten? Nou, dat doen we onder andere in onze programmacommissies. Maar ook vraag-articulatiesessies, waar mensen samen in gesprek gaan over de kennis die ze wellicht in de toekomst nodig zouden hebben. Nou ja, dat zijn de manieren waarop we het nu doen. Heel goed, heel goed. Dat is dan een heel palet. En je lacht een beetje bij het woord praatplaat. Maar uiteindelijk denk ik, het gaat over kennistoepassing. Dus als het instrument werkt, is de vorm misschien... Ja, het is geen klassiek rapport, maar als het werkt, werkt het. Niet bedoeld als dat ik het niet serieus zou nemen, integendeel zelfs. Deze plaat, Michelle Talsma heeft hem op laten stellen, geeft echt heel goed weer waar het feitelijk in Beekdalen om gaat. Kijk. En dan kom je een beetje bij de werkplaatsen waar Govert het over had. Je kunt aan de hand van die plaat het gesprek voeren. En dat is het mooie ervan. Ja, mooi. En eigenlijk, we zagen dat ook, hè, de klassieke rapporten zoals we die kennen. En misschien de klassieke bijeenkomsten die jij ook noemde, hè, 40 per jaar, wanneer kunnen we weer? Digitaal kan het ook. We hebben de webinars en nu een kennisfestival, volledig online. Kennis delen is van alle tijden en ontwikkelt zich. Wat zie jij nou als toekomst? Welke ontwikkelrichting gaat het op? Want kennis delen is de kern van STOA. Welke koers vaar jij? Deze huidige tijd maakt wel een moment van bezinning noodzakelijk. Omdat dit soort webinars, hoe goed bedoeld ook en hoe goed we het met z'n allen ook doen en hoeveel interactie er ook is, het echte gesprek, het bilatje even onder een kopje koffie of een borreltje of onder de lunch, kopje soep, dat missen we. En dat is toch ook nodig om het verhaal achter de kennis te vertellen, denk ik. Kennis spreiden met webinars, prima. Maar die groepsvorming en die communityvorming, om met elkaar dat gesprek te hebben, dat is absoluut nodig, denk ik. Ja. En in de toekomst denk ik dat het ook steeds meer tailor-made moet zijn. Toen ik kwam bij Stouwe en daarvoor, bedienden we vooral de technische mensen bij de waterschappen. En in de tijd, door ook de ontwikkelingen bij de waterschappen, het steeds bestuurlijker worden, is ook al vanochtend een keertje aan de orde geweest, moeten wij ons ook op de bestuurders richten. Dus van de bestuurder tot aan de technisch-inhoudelijke mensen moeten wij onze communicatiemiddelen richten. Ja. En nou ja, de zaken die ik net noemde, die spelen daar een rol bij, denk ik. Ja, mooi. En het leuke van de aanmeldingen die wij hebben zien binnenkomen voor dit kennisfestival is dat er dus ook een hele waaier is aan disciplines. Hè, van die vakprofessional tot aan ook veel interesse vanuit bestuurlijk vlak. Dus we kunnen daar misschien ook op een andere manier de doelgroepen van STOA mee bedienen. En je ziet eigenlijk jouw verhaal ook gesteund door de uitslag van de eerste poll, waar we zien dat het kennis vinden met collega's in het netwerk toch wel de belangrijkste, veruit de belangrijkste bron is. Naast de online vindplaats en het zelf aanklooien, experimenteren of gewoon het wiel uitvinden. De rapporten en boeken die doen het daarin toch echt minder.
Ik neem jullie direct mee naar de... Of wil je daarop reageren, Joost? Ja, zeker, zeker. Ah, ik zou je zeggen, ik had van de week een gesprek over een papieren uitgave. En toen zei iemand tegen mij van... Toen ik zei van ja, we willen de Stoa-ter-info eigenlijk alleen maar digitaal maken. En toen zeiden ze, ja Joost, ik zou er nog wel even mee oppassen. Want papier is voor de nieuwe generatie het nieuwe chic. Ah, om maar even over na te denken. Dus vandaar dat ik, Het nieuwe chic. Ik ben benieuwd hoe ons panel daar dadelijk tegen aankijkt, tegen het nieuwe chic. We gaan nog wel even één vraag aan alle kijkers stellen. Beantwoord hem weer in de chat die je ziet. En deze vraag gaat over kennis delen. Hoe deel jij kennis? Ga je artikelen schrijven en publiceren? Doe je dat op social media, in de koffiehoek of in vergaderingen? Wij zijn benieuwd naar jullie reacties. En ik ga in de tussentijd door. Wij komen daar zo op terug met de introductie van ons panel. En dat zijn een aantal van onze hoofdgasten die dit festival in meerdere etappes jullie tegenkomen en het gesprek daarover voeren. Vincent Marchal, hoogleraar aan de Radboud Universiteit. Anjo Travai, adviseur en gedragswetenschapper bij ook Bovenkamers. En Auke de Ridder, afdelingshoofd bij Waterschap Grensoverijssel, dat is de Delta. Joost, die pakte hem net al. We hebben 6 pitches gezien, de meeste van jullie. Jullie hebben in ieder geval meegekeken. We weten niet of al ons publiek dat heeft gedaan, maar leuk om daar wat highlights uit te halen. Het zijn 6 verschillende verhalen geweest over kennisdelen. Inspirerend, elk op zijn eigen manier. Wat sprong er voor jullie uit? En ik, Vincent was mijn sidekick, je mag nu ook aftrappen. Als je dat eventjes allemaal bij elkaar pakt, Vincent, welke sprong eruit en waarom? Nou, laat ik maar beginnen met nummer 1, die van Govert. De manier, zeg maar, van verhaal vertellen, hoe belangrijk dat is. Dus ik was even getriggerd door het getal 11% expliciete kennis en 89% impliciete kennis. En die moeten we op een of andere manier eruit zien te halen. En dat vond ik een mooie constatering. Dus, en wat ik eruit meehaal is natuurlijk niet dat je alle feiten en getallen et cetera weg moet gooien, integendeel. Maar het verhaal is wel heel belangrijk. De vorm is wel heel belangrijk. En het is ook wel iets wat ik dagelijks ervaar in mijn praktijk als ik voor een groep sta, voor een klas sta, et cetera. Als ik dan kijk wat er achteraf is bijgebleven, ja, dat zijn toch de dingen die je in een verhalende vorm hebt verteld. Dat valt mij even op, zonder overigens iets af te willen doen aan de andere 5 presenters. Maar dit bleef mij even bij. Mooi. Heel goed. Anjo, je hebt ook aandachtig geluisterd. En je hebt hiervoor ook nog een eigen verhaal gehouden over How to Make Facts Matter. Vanuit de gedragswetenschap. Wat viel jou in deze verhalen op? Ja, nou, laat ik beginnen met een klein beetje ander perspectief. Want kijk, kennis delen, of kennis op zich is natuurlijk vaak geen doel, maar die gebruiken we ergens voor. Vincent noemde bijvoorbeeld al, we gebruiken het voor bijvoorbeeld besluitvorming of voor duurzaam of veilig gedrag. En als ik dan kijk naar hoe krijgen we dat voor elkaar, want je kunt wel een heel goed idee hebben, maar een innovatie is pas succesvol als je een heel goed idee hebt en het wordt toegepast. En dan werkt het pas. En dat, hoe passen we het toe, hoe krijgen we het voor elkaar, dat zie ik toch nog wel wat gaatjes in. Wat mij opviel in de presentatie is nog steeds de rationaliteit is toch nog wel een beetje koning. Niet alleen de 6 presentaties hier, maar ook wel de presentatie die ik over de dag heb meegemaakt. Maar ik zie gelukkig ook een paar hele mooie aangrijppunten. En daarvoor denk ik alleen maar terug aan het begin van de presentatie van Govert. Die vertelde, we wilden gaan praten over cultuur, maar dat had niet zoveel zin, want dat kwam helemaal niet aan. Maar toen er een probleem ontstond, toen wilden we er wel over praten. Dus het moment was heel belangrijk. Het moment van de moeite noemde hij dat. En dus goed nadenken over ja, op welk moment breng ik iets, denk ik dat heel belangrijk is. En een aantal anderen hebben ook op die manier eigenlijk kennis als feit gekoppeld aan emotie. En dan pas is het effectief. Auke deed dat door te hebben over de 1-op-1 gesprekken. Overigens, Joost die noemde het iets anders. Joost noemde het bij de koffie of bij de soep. Maar wat er gebeurt, is dat er dan kennis met emotie gedeeld wordt. En dat is beter dan met een boek.
En ik zag het ook terug in het stukje van Jonas, die vertelde over het doen en het ervaren. Hè, dat betekent ook, dan koppel je emotie aan kennis, dat lukt ook. En Ellen die had het over aansluiten bij behoeften. Ja, fantastisch, dat is eigenlijk denk ik de kern. Inclusief vertrouwen en taal. En ik zag zo heel even tussen mijn oogharen door, zag ik een soort ontwikkeling van hoe we met kennis omgaan. Waarbij we, vroeger hadden we het over kennis beschikbaar stellen. Hè, dat plaatje met die muur en de mensen die dat overheen gooien. Joost heeft af en toe over kennis delen. Maar waar we denk ik naartoe moeten is kennis effectief aanbieden. Als we dat kunnen doen, hè, dat het effectief aanbieden leidt dus tot het toepassen. Ja, dan komen we heel dichtbij. En het combineren van emotie met de kennis zelf, dus slimme gedragsprincipes, weerstandsreductie, verandermomenten. Nou, dat gaat nu even iets te ver. Maar dan werkt het echt. En daar zitten mooie kapstokjes voor in de presentaties. Mooi. En dat effectief aanbieden is natuurlijk nog een stuk moeilijker als je niet weet wat je aan te bieden hebt. Vincent maakte daar net een opmerking over, dat we nog heel erg werken vanuit wat we weten. Om dat te delen. Dat lijkt mij nog uitdagend. Ik had nog eigenlijk één vraag aan jou voordat we naar Auke gaan. Je noemde ook de rationaliteit overheerste. Zie je, en dat hoort misschien bij het blauwe karakter van de sector, de waterschappen, hè, als beheerorganisatie, als betrouwbare partner. Is dat echt gebonden aan deze sector, aan de waterbeheerders? Of zeg je, nou, dat eigenlijk bij elke professional zie je dat terug? Hoe kijk je daarnaar? Ik weet het niet zeker, maar ik denk dat het inderdaad bij professionals zit. Dus professionals die focussen zich heel erg op hun vak, zijn ook vaak heel goed in hun vak. Ja. Maar ja, je kennis heeft pas impact als je weet hoe je je kennis kunt laten toepassen. Dan, ja. Ja, dus het is wel heel erg belangrijk. Maar oké, de mensen die daar aanwezig zijn, die zijn ervan overtuigd. Ja, misschien is het leuk om dat dadelijk ook nog even in het slot van dit festival te vragen aan de bestuurders die we dan spreken. Hoe zij daar tegenaan kijken. Maar dat voor later. Auke de Ridder, ook weer hier. We zagen jouw wandeling langs de 20 iconen. Dus van de stip nu naar het gesprek. Wat viel jou op? Nou, eigenlijk sowieso te veel inhoud, kennis, om überhaupt alles wat ook maar van waarde is te benoemen. Want het is volgens mij zoveel. Maar wat me wel in ieder geval opviel was het deel van vertrouwen, wat ook al eerder werd gezegd door Ellen. En ik zat ik nog even over te mijmeren. Wat betekent dat eigenlijk als je zoiets zegt? Want het woord vertrouwen wordt heel veel gebruikt. Maar er zit een oorzaak achter waarom je dat woord überhaupt gaat gebruiken. En ik zat daar wel over na te denken. Waarom we dat heel vaak uitspreken wat we willen. Dus we willen graag vertrouwen met elkaar. Maar wat ligt er dan te grondslag? Waarom je dat, hoe je dat dan zou kunnen veranderen? Dat vind ik een hele interessante. Ik ken Ellen toevallig ook. Dus dat is ook heel erg leuk. Dat het vertrouwen, dat merk ik ook, is dat een individuele aangelegenheid bijna is. Ik heb het niet in de institutie Deltares, maar ik heb het wel in de persoon Ellen. En dat vind ik eigenlijk al een interessant verhaal. Ik ken Anjo niet. En in Anjo krijg ik nu ongeveer een beetje vertrouwen, omdat ik hem een paar keer heb gezien. Maar alleen op naam had ik er nog niet zoveel vertrouwen in automatisch. Ja, dat klinkt heel stom, maar dat is toch een beetje wat speelt. Dus als het persoonlijk wordt en ik begin mensen te ontmoeten, dan in één keer, en dat is misschien ook wel wat Anjo zegt, die emotie die er dan bij komt, dan wordt het interessant. Dus die had ik in ieder geval. Dan was het toekomstdeel, vond ik ook interessant. Maar dat was eigenlijk, moet ik eerlijk zijn, Vincent die deed dat even tussendoor. Ja, die zei van, hey, hoe zit het eigenlijk met die toekomst? Hè? We kijken heel veel terug, maar met die toekomst niet. Toen kwam maar ook met wat we niet weten eigenlijk. Hè? Dus. Exact. En daar kwam eigenlijk het verhaal van het waterschapshuis kwam daar mooi naar voren. Hè? Met die verkenningen van de toekomst en daar dan op inspelen. Dus die vond ik eigenlijk wel een inkoppertje om die dan maar nu wel even te noemen. En over de grens, die heb ik ook opgeschreven. En ook over de grens gaat ook zoiets als over vertrouwen, wellicht. Maar gaat ook over autonomie van die waterschappen. Het raakt heel snel dat op het moment dat je gaat delen met kenners, tot hoever durf je dan te gaan en tot hoever ga je dan? Nou, dat vond ik een hele mooie oproep. Alleen zet maar
eigenlijk wel gelijk weer aan bij net zo'n woord als vertrouwen. Waarom doen we het dan niet? En wat is, ligt er dan aan de grondslag om dat nog meer te doen? Wat heb je daar dan voor nodig? En een klein zijstapje nog. Dat heb ik ooit een beetje gehoord en gelezen. Hoe mensen nou tot kennis, tot dingen lezen komen. En er waren maar twee hele basale dingen. Dat is bij toeval. Is dus dat je aan het scrollen bent over het internet. En dat je denkt, hey, verrek, dit is een leuk artikel. En dan zit er al iets in je hoofd waardoor je getriggerd wordt en denkt, hey, nu ga ik doorlezen. Dus dat is een hele belangrijke. Of je bent al gericht aan het zoeken. En dan moet je je beseffen dat er eigenlijk heel weinig nieuws is. Wat je, nieuwsgierigheid is er dan niet. Je weet eigenlijk al iets en daar ga je dan heel gericht op zoeken. Nou, die twee dingen vond ik eigenlijk toen ik dat hoorde en las, dacht ik, oh jee, maar zo bazaal is het. Of bijna banaal is het. Misschien kunnen we daar ook wel iets mee met die kennis. Mooi. Uit die grote hoeveelheid, Auke, ik ga jou. Je mag stoppen. Zo weer verder, maar anders praat zo ook het hele half uur voor. Dat gaat je lukken. Mooie constateringen. In jullie poll, jullie zien de uitslagen ook. Zien jullie dat die koffiehoek of de soep, zoals Joost hem noemde, eigenlijk de belangrijkste plek is? En kom je daar nou echt nieuwe kennis tegen? Of ontmoet je daar hetgene wat je misschien wel kent? Ook vergaderingen zijn een belangrijke bron voor kennis delen of plek om kennis te delen. Artikelen publiceren, dat zal de wetenschappers misschien een pijn doen, is niet nou het publiek wat hier zit. Dus die moet het echt op een andere manier doen. Ik neem jullie direct mee en die kunnen jullie dan weer beantwoorden in de chat. Daar komen we zo op terug, want Auke introduceerde die eigenlijk al. Wat maakt dat nou zo lastig, kennis delen? En we hebben daar vier antwoorden voor geselecteerd. Ik heb er geen tijd voor. Wie zit er nou op mijn kennis te wachten? Ik mis de structuur voor kennis delen. Welke tool of app of afspraak hebben we daarover? Of ik houd de kennis gewoon lekker liever voor mezelf. Dat hele delen, dat zal me. Dat is niks voor mij, want dat is mijn kennis. En we zijn benieuwd, als je antwoord er niet bij staat, kan natuurlijk helemaal prima, want er is veel te veel perspectief. Zet het gewoon in de chat, we reageren daarop, dan missen we dat ook niet. En heb jij het wel gedeeld? We zijn benieuwd naar jouw antwoorden. Kennismanagement. Kennis delen is alleen al een puzzel. We hebben daar 6 verhalen en jullie reflecties op gezet. Maar kennismanagement is eigenlijk de grote quest, zeg maar, hoe wij het individu, de organisatie en het netwerk aan elkaar zouden kunnen binden. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Want zit daar de gouden sleutel? Of is kennis misschien gewoon helemaal niet te managen en moet iedereen daar in zijn eigen bubbel wat van maken? Wie mag ik het woord geven? Nou, ik denk, Vincent hier, ik denk wel dat je het moet managen, maar je moet oppassen dat je niet te ver doorslaat daarin. Dat je denkt dat je dat helemaal kan inrichten top-down, zo'n proces. Dus ik denk dat je als organisatie ervoor moet zorgen dat zeg maar de gereedschappen, de middelen voorhanden zijn. En dat je her en der duwt en prikt. Maar niet dat je denkt van ik ga dat eens even top-down in een keurig proces neerzetten. En op de geëikte momenten ingrijpen. Dan loop je denk ik aan tegen weerstand, of dat het niet opgepakt wordt, of dat het niet begrepen wordt, et cetera. Dat iedereen toch zijn eigen ding gaat doen. Zou mijn advies zijn, kort gezegd. Oké, en het duwen en prikken aan jou, kan ons brein dat aan? Ja, dat is, daar is ons brein juist heel geschikt voor. Maar in aanvulling op wat Vincent zegt, je moet inderdaad niet weer voor kennis, moet je niet weer een soort van een nieuw processchema maken of zo. Hè? Want zo lossen we meestal problemen op. Wat wel kan helpen, is als je heel bewust bent van wat werkt en wat werkt niet. Auke had het bijvoorbeeld over welke stukken ga je wel lezen en welke niet. We hebben allemaal dat soort keuzes. Maar er zijn een aantal redenen waarom je dat inderdaad wel of niet doet. Als Joost Buntsma mij een e-mail stuurt, dan lees ik die wel. Want dat is iemand waar ik een relatie mee heb, ook zakelijk. Waar ik vertrouwen in heb, inderdaad. En zo maakt het nogal uit wie de afzender is. Bij de case die wij hebben behandeld, hoe gaan de voetbalsupporters van Go Ahead Eagles het klimaatprobleem oplossen? Oké, het was iets ingewikkelder. Maar het maakt nogal uit of het waterschap dan de boodschapper is, of dat de voetbalclub de boodschapper is. Dus ja, je bent. Voor heel veel prikkels zijn we juist heel erg gevoelig.
Maar het helpt als jij een signaal wilt overbrengen als beleidsmaker, als manager, als bestuurder, als adviseur. Maakt niet zo heel veel uit. Maar dan helpt het als je weet voor welke prikkels is mijn doelgroep gevoelig en welke reactie in gedrag wil ik uitlokken. Als je die op een rij zet, dan kom je eruit. Dus dan hebben we eigenlijk een trits, kennis, houding, gedrag, aan de slag. Nee, die hebben we niet. Oh. Die hebben we alleen voor bewuste keuzes. Kennis, houding, gedrag werkt bij bewuste keuzes. Hè, denk even terug aan mijn Magnum en mijn appel. Heel klein appeltje, hele grote Magnum. 5% van onze keuzes zijn maar bewust. En dan helpt kennis, houding, gedrag. Voor die andere situatie, voor bijna alle situaties, ga dan niet op kennis, houding, gedrag zitten, maar op gedrag, houding, kennis. Dus verander eerst het gedrag, geef die voetbalsupporter een regenton en dan staat hij open voor informatie over klimaat en over oplossingen die daarvoor zijn. Of terug naar het verhaal van Govert. Pas op het moment dat mensen merken dat er cultuurproblemen zijn, dan staan ze open voor informatie over cultuur. Dus begin bij het gedrag en eindig bij de kennis. Dus dat betekent eigenlijk starten bij het individu, niet de organisatie of de inhoud. Ja, je kijkt altijd naar wie wil ik veranderen, van wie wil ik ander gedrag met mijn kennis bereiken. En kleed dan die kennis in gedragsprincipes of in momenten, verandermomenten, zodat het ook werkt. Dus waar is mijn individu of waar zijn mijn individuen gevoelig voor? En dan heb jij daar een vraag over stellen, voorzitter? Anjo, als ik die lijn even doortrek, hè, en mijn verhaal van wat doen we nou als we kennis willen delen die we niet hebben, als het ware. Hè? Dat klinkt bijna als een paradox. Maar toch, hè, kennis die we niet hebben, die willen we ook expliciet maken. Moet ik mijn bestuurders dan in feite confronteren met een situatie waarin ze met dergelijke kennis, ja, ontbreken van kennis te maken krijgen en toch beslissingen moeten nemen, als ik jou goed hoor? Nou, stap 1, het delen van de kennis die we wel hebben en effectief aanbieden is al een hele grote opgave. Hè? Maar dan die tweede. Ik denk dat inderdaad impliciete kennis, en Govert gaf dat ook mooi aan, ja, die gaat op een andere manier rond dan via een boek of via een folder. Precies. Maar de kunst is wel, kijk, bestuurders die maken ook allerlei keuzes en managers en projectleiders ook. En het grootste deel van die keuzes maken ze op basis van de ervaring die ze hebben. Dat is allemaal impliciete kennis. Ja. Dus ik heb zelf al in situaties gezeten dat ik gevraagd heb van, zonder dat ik een onderbouwing per se nodig had, maar wat zou jij doen? Zou je dit kiezen of zou je dat kiezen? En alleen al op het gevoel kun je vanuit heel veel ervaring vaak best goede keuzes maken. Er zit ook een risico aan, maar oké, dat heb je nou een keer als je onbekende kennis hebt. Okay. Ervaringkennis. Dankjewel. Mooi. Auke, jij hebt ook voor dit hele festival 3 vragen ingebracht die op elke manier in de sessies beland zijn over feiten die spreken als er toch een andere weg ingeslagen wordt, wat dan? En het omgaan met onzekerheid. Maar ik wilde jou nu de vraag stellen van de verkeerde weg. Als je weet dat men zinspeelt op een uitkomst waarvan je weet dat dat niet de weg is, hoe ga je daar dan mee om? En hoe speelt kennis daarin een rol? Wat is de uitkomst wat jou betreft? Hoe moet je daarmee omgaan? Toen we die vraag bedachten, vond ik hem gelijk eigenlijk ook bij mezelf het meeste spanning oproepen. Omdat dan gaat er iets ook gebeuren wat zo'n moreel kompas of zo. Iets gaat over ethiek. Je voelt dat het de verkeerde kant op gaat. En dat kan dan zijn omdat de uitkomsten en dan de gevolgen daarvan de verkeerde kant op gaan. Ik denk nog wel eens dat het ook zou kunnen zijn is dat het middel wat wordt ingezet is dat we daar als specialisten dan onze bedenkingen over hebben en dat we daar dan heel erg hard in blijven hangen. Waardoor je eigenlijk het gesprek over welk doel wil je dan bereiken, hè, daar waar Anjo het ook over had, dat het eigenlijk een beetje naar de achtergrond raakt. Hè. Dus dan zit je meer over het middel te praten dan over daadwerkelijk het doel. Er zitten meerdere stromingen in voor mij die vraag die hoe je hem kan beantwoorden. Maar als ik er zelf over nadenk, dan denk ik dat vooral het benoemen dat het een bepaalde kant op gaat en ook nieuwsgierig zijn naar de ander waarom die kant wordt gekozen, dat enorm kan helpen om met zo'n vraag om te kunnen gaan. Want dat morele kompas over juiste weg of wat is dan goed en fout, dat kan bij de ander natuurlijk een hele andere interpretatie zijn. Met een ander belang, of een andere feitenrelaas. Zeker.
Zeker, totaal ander perspectief waar iemand in groot is geworden, vandaan vanuit redeneert. Ik kom bijvoorbeeld wel bij die club Deltares met enkele regelmaat. En ik ben geen ingenieur, niet technisch opgeleid. En ik merk aan mezelf dat hoe makkelijk het is hoe Deltares over bepaalde zaken praat, dat het voor mij al vragen oproept. En dat zegt niks over of dat nou goed is, ja of nee. Maar het gaat erover dat mijn perspectief gewoon heel anders is. En dat mezelf realiseren en ook nieuwsgierig zijn naar het perspectief van de ander, ja, dat helpt enorm. Want dan kom je eigenlijk op het begrip van taal en ook misschien wel het niet weten. Vincent, jij maakte die opmerking net over eigenlijk het beslissen op dingen die we nog niet weten, die onzekere toekomst. Hoe moet je die nou, als het gaat over feiten, kennismanagement, en we zien ook dat daar heel veel historie meeweegt, culturele context. Maar eigenlijk de black swans, of de grote onzekerheden, de what if, wat kan er gebeuren als? Ja, we maken een onderscheid. Wat moet je als professional? We maken een onderscheid hierbij tussen, even voor het gemak, tussen de known unknowns en de unknown unknowns. Hè? Dus weten wat we niet weten en niet eens weten wat we niet weten, dat is nog veel erger. Dan kunnen we in dat laatste geval kunnen we alleen maar monitoren en kijken welke kant de wereld op gaat. En zonder dat we weten wat eraan te grondslag ligt. Maar goed, we kunnen wel weten welke kant op gaat. Bij de known unknowns, ja, dan ga je veel meer kijken van oké, er zijn verschillende perspectieven op een systeem. Dat is een beetje wat net toch even door Auke ook aangehaald werd. Hè? Deltares blik versus zijn blik, zeg maar. En ja, dat wil nog wel eens conflicteren. En de kunst is om die twee werelden bij elkaar te brengen en naar elkaar te luisteren. En kijken of je tot een soort gemeenschappelijk model kan komen, noemen wij dat, van het probleem waar je naar kijkt, een soort gedeelde probleemanalyse, waarin je heel expliciet maakt van oké, weet je wel, wat zijn de kenmerken die we hier zien? Wat zijn de afwegingen die hier gemaakt worden? Oké, die afwegingen kunnen natuurlijk verschillen, maar dan weten we in ieder geval dat ze verschillen. Dat is niet erg, maar we weten in ieder geval dat ze verschillen. Ja. En dat expliciet maken is belangrijk, denk ik. Ja, mooi. We gaan zo terug naar Joost, die we ook aan het begin van het gesprek hebben gehoord. Maar we zien ook dat kennisproductie, kennis delen is een heel belangrijk aspect. We zien er van alles aankomen. Hè. We zien een waaier aan nieuwe vormen van kennis delen. De digitalisering, data lakes, wie weet wat het is, maar het schijnt de toekomst te zijn. Wat gaat er aankomen? Hoe zien jullie dat voor je? En wat vraagt dat dan wat jullie betreft van organisaties zoals waterschappen of van de STOA? Na jullie antwoord gaan wij Joost bevragen over hoe hij daarnaar kijkt en hoe hij ook dit gesprek over known unknowns en unknown unknowns heeft ervaren. Wat vraagt het van waterschappen en STOA, die toekomst van kennis delen? Ja, zal ik daarmee beginnen? Graag. Ik denk dat Joost al een klein beetje een deel van het antwoord gaf. Hij had het namelijk over volgens mij het tailor-made delen van kennis. En ik denk dat dat de goede route is. Ik hoop in ieder geval dat dat de route wordt die waterbeheerders massaal gaan aannemen. En tailor-made betekent dus dat je heel goed kijkt van welke kennis is behoefte aan, maar dat je ook heel goed kijkt naar en op welke manier moet ik het dan zo aanbieden dat het ook bij mijn doelgroep terechtkomt en dat ze het gaan toepassen. En dan moet je dus heel goed kijken naar de momenten, hè, het moment van de moeite, zoals Govert het noemde. Je moet kijken naar wie biedt het dan aan. Is dat een voetbalstadion of is dat het waterschap? En je moet kijken, doe ik dat met heel veel sociale bewijskracht? Hè, want heel veel mensen hebben hier al voor gekozen. Of dit is heel populair. Dus ja, dan kijk je eigenlijk naar hoe kun je het aanbieden van kennis combineren met emotie en met gedragbeïnvloeding, zodat het ook daadwerkelijk optimaal gebruikt wordt. En niet dat je het zegt van hier heb je mijn kennis. Ja, misschien heb je dat aan, misschien niet. Dat werkt in ieder geval. Heel goed, dankjewel. Het tailor-made is één. Ik zou daarnaast ook wel voor de toekomst beseffen, is mijn hypothese, dat het zijn allemaal professionals die allemaal op hun eigen manier, zeg maar, ook kennis gaan ontsluiten. Niet alleen wat ze via het STOA aangeboden krijgen, maar ook in de grote boze buitenwereld. Er is veel meer dan het STOA. En op die manier moet je dat toch ook een beetje kanaliseren, om het zo maar te zeggen. Dus niet denken van, nou, ik kan dat even voor mijn organisatie en de professionals daarbinnen doen. Nee, mensen gaan dat overal vandaan halen, om het zo maar eens te zeggen, is mijn verwachting. En de kunst is dan om, zeg maar, die mensen die kennis
ergens anders ophalen, om ook dat wat ze ophalen, dat ook op een of andere manier te delen dan weer binnen de organisatie, om dubbel werk te voorkomen. Mooi, mooi. Voordat ik Auke nog ook de kans geef om daar een inzicht of rode draad mee te geven, wilde ik nog even terug naar de poll. Want jullie hebben die niet voor niks ingevuld. Dus de vorige vraag was, wat is nou lastig aan kennis delen? Jullie hebben die ingevuld. Ik zie nu even nog niet de uitslag, maar die gaan we zo voortoveren. Ik wilde ook de volgende vraag introduceren. Aan welke kennis heb je dan behoefte? Is dat praktische kennis? Is dat ervaringskennis? Theoretische kennis? Of ik weet eigenlijk niet waar mijn behoefte ligt. Auke, mag ik jou het woord geven? Over welk inzicht over... Wat vraagt dit van STOA? Wat vraagt het van waterschappen? Kennis delen. Ja, het is het voor de toekomst. En om praktisch te blijven, is dat telemeet, ja, daar moet ik me gewoon bij aansluiten, want het is ook gewoon zo. Vertrouwen creëer je door het gesprek, koffie, een soepje. Helemaal eens. Aan de andere kant realiseer ik me ook, is dat er heel veel gedragingen van onze omgeving worden veroorzaakt door zaken die niet gaan over vertrouwensbanden, maar gewoon puur gaan over platte informatie via kranten, internet en journaal. Dus ook zo plat, daar worden hele gemeenschappen door beïnvloed. Dus ook dat is iets waar je rekening mee dient te houden. En iets anders zat ik net over na te denken, is dat ik denk, als je als STOA of als waterschap je ergens op zou moeten richten, is op datgene waar je, of waar je eigenlijk klaar voor moet zijn, is op datgene wat je niet kan beïnvloeden. Dus datgene wat autonoom op je afkomt, zoals bijvoorbeeld dat klimaat, of zoals bijvoorbeeld de gevolgen daarvan, zoals droogte. Maar dat kan ook zijn, wat je ook niet kan beïnvloeden, zijn bijvoorbeeld enorme stromen van nieuwe mensen die in ons prachtige Nederland willen wonen. En als je het dan hebt over bijvoorbeeld technisch personeel aanwenden voor je organisatie, want dat over een paar jaar dan hebben we vergrijzingen, zijn heel veel specialisten weg. Misschien moeten we daar ook eens over na gaan denken, is dat we die mensen die naar ons toe komen, bijvoorbeeld als autonome ontwikkeling, omarmen kunnen. En daardoor dus met kennis delen, dat we eigenlijk ook nieuwe waterbeheerders, dat die dan ook gaan komen. Dus ik denk dat er gebeuren heel veel dingen om ons heen. Je moet het niet te groot maken. Maar die autonome zaken die zomaar over de mensheid worden uitgestort, ja, ik zou het toch wel mooi vinden als we daar ons zelfs op richten. Hoe kun je daarmee omgaan? Ja. Dankjewel. Ik heb inmiddels de uitslag van de vorige poll. Ik heb geen tijd voor kennis delen. 40%. Wie zit er te wachten op mijn kennis? 40%. Ik mis de structuur. 0%. Dus aan de structuur ligt het niet. En ik hou de kennis liever voor mezelf. Was 20%. En van deze vraag, welke behoefte heb je? Dat is toch vooral ervaringskennis en praktische kennis. Die theorie, die zal het wel niet zijn. Joost. Nee, ik ga gewoon nog eerst de volgende vraag. Laatste vraag voor deze editie en dan gaan we Joost bevragen. Hoe kan kennis nog beter worden gebruikt? Want dat is misschien ook behulpzaam. Een beter online aanbod, focus op intervisie en COP's. Dus hoe kunnen we dat onderling nou beter doen? We hebben kennis gewoon nodig voor uitdagend werk. Dus zorg maar dat ik het nodig heb, dan ga ik die kennis wel vinden. Of iets heel anders. En zet dat lekker in de chat. Joost, mag ik jou graag terugvragen van een rijk verhaal met heel veel perspectieven over kennis. Duizelt het inmiddels? Het is even stil. Ja, het duizelt. Dat wil ik wel toch wel even uitleggen. Ik ben in Delft opgeleid. En meten is weten. En bij mij is heel sterk van, oh, begrijp je het niet? Nou, dan wil ik het je toch nog best wel een keertje uitleggen. Dat is ook al tijdens een van de sessies ook een beetje geparafraseerd. En dat is niet de goede weg. Want sterker, ik ben ook wel geneigd om het nog een derde keer aan je uit te leggen. Dus dat is niet de juiste weg. Ten tweede, kennis delen is lastig. Want als je in een technische wereld leeft, dan word je opgeleid om dingen zelf op te lossen.
En dat blijkt ook wel een beetje uit de poll. Zo van, ik heb er geen tijd voor. Ik houd het een beetje bij mezelf. En een van de verhalen, die van Alice... die nodigde juist uit om kennis te delen. Dat om dubbel werk te voorkomen en om handelingsperspectief te bieden. En dat betekent dat we toch ook met z'n allen wel een cultuuromslag moeten maken. En de ene is daar natuurlijk beter in dan, of sneller in dan de ander. Maar eigenlijk niet eens een cultuur als groep, maar ook een hele individuele omslag van hoe je daar zelf in staat. Ja, zeker. Zeker. En hoe kijk je dan in dat opzicht naar welke rol STOA daarin te spelen heeft? En misschien ook wel de waterschappen in bredere zin? Ik ben er ook wel eentje van het goede voorbeeld geven. Probeer, als ik als STOA denk, probeer zo open mogelijk te zijn. Kennis wordt ook van buiten gehaald, hè? Werd al gezegd. Dat betekent, wij laten kennis ontwikkelen in Nederland door de instituten, bedrijven, universiteiten die wij het beste vinden. Maar als dat nou niet het beste is, wat zomaar een keertje zou kunnen, dan wil ik mij best laten challengen en laten reviewen. Wij moeten ons niet afsluiten, nee, wij moeten ons openstellen voor de kennis en de ervaringen van anderen. En wat mij ook nog wel triggerde in al deze verhalen, de vraag van wanneer houdt de rol van STOA op? Wij leveren kennis, maar Anjo heeft het over ook emotie, hè, de rol van emotie. Ja, wie staat er te wachten op de emotie van Joost Buntsma als een waterschap een besluit moet nemen? Ben ik dan nog wel betrouwbaar en betrouwbaar in de zin van leverancier van kennis, wat dat dan ook mogen zijn. Dus het is wel iets om even goed over na te denken allemaal. Ja, mooi. Mooie gedachten en misschien ook wel een mooie afronding van dit gesprek. Een gesprek wat niet af is. We zien jullie allemaal, of tenminste, we zien de meesten nog terug. Joost heeft in ieder geval gesproken over een aantal mooie overdenkingen op het gebied van kennisdelen. Anjo, Auke en Vincent zien we dadelijk nog kort terug met ook een aantal bestuurders in ons slotakkoord. Volgens mij is mochten jullie nog zeggen, nou, deze kreet moet er nog uit, dan mag dat, heren. Maar volgens mij zijn wij helemaal voldaan met inzichten die ook even mogen bezinken. En een plek moeten vinden, zowel in het individu, in je professie, ook in de organisatie. Want er zit een grote uitdaging om kennis te laten stromen, zoals de openingspitch heette. Dank. Dank nogmaals, pitchers. Dank voor jullie nu. Wij sluiten kennis delen het gesprek op Do Facts Matter hier af. Wij gaan zo door naar de plenaire afsluiting. Die start om 16:30, een uur, luchtig terugkijken. Maar misschien ook wel met de nodige inzichten. Wij zien jullie daar graag terug. In de tussentijd, je kan nog even de feedback invullen of de quiz is inmiddels gesloten. Auke de Ridder gaat die dadelijk uitreiken. We zijn benieuwd. Voor nu, dank voor het kijken hier. Tot zo. It's an ocean of sound, yeah.